bij deze Twin Flame Soulmate reading. Het gaat dus over liefde. Algemene reading hoeft niet voor iedereen te resoneren. Neem mee wat voor jou resoneert en laat de rest achterwege. Op dit moment doe ik geen persoonlijke readingen. Ik heb nog wat aanvragen gekregen, maar ja, simpelweg heb ik er de tijd niet voor. En ik probeer alle sterrenbeeldreadingen op tijd eruit te krijgen. Die van februari zijn allemaal gepost. En dan half februari zal ik beginnen met de maandreadingen per sterrenbeeld voor de maand maart. Tussendoor zal ik nog een aantal bonusreadingen doen per sterrenbeeld. En hopelijk inderdaad nog voor alle sterrenbeelden. We gaan beginnen met jullie reading. Ik heb de Love Oracles erbij genomen, want het gaat natuurlijk om Twin Flame, Soulmates, Liefde, Algemene Reading, Universum. Welke boodschappen mogen eruit komen voor degene die deze boodschap moet horen, voor wie deze boodschap resoneert. Als het gaat om Twin Flame, Soulmates, Liefde, Twin Flames en Soulmates. Welke boodschap mag er doorkomen voor degene bij wie dit resoneert? Voor degene die deze boodschap moet horen. Ja, dank u wel. Nog twee kaarten alsjeblieft. Oh, nou, dat zijn er drie. Ik ga ze allemaal nemen. We gaan kijken welke boodschappen. Oh, er zijn er zelfs zes. We hebben sunglasses, de zonnebril. Dit heeft te maken met kijken. Dit kan te maken hebben zelfs met stalken. Gaslighting, dus contact, geen contact. En dit heeft te maken met alles. De manier waarop jij de situatie ziet tussen jou en je soulmate of je twin flame. Dus we gaan het zien. Dan hebben we een spiegel. Een spiegel kan inderdaad te maken hebben met een twin flame. Het kan zijn dat jij en je personen elkaar spiegelen. Ja, spiegelen van elkaar. Dit heeft te maken met je zelfbeeld. En relaties die bepaalde wonden in onszelf reflecteren, als het ware. Dus het kan zijn dat je inderdaad met nog oude dingen uit het verleden zit. Bepaalde gedragspatronen. Een bepaalde manier van denken. Wat je weer terugziet in je relaties. Dit heeft ook te maken met introspectie, de spiegel. Dus in jezelf kijken. We hebben heartbroken, een gebroken hart. Diepe pijn. Verdriet. Een scheiding kan het mee te maken hebben. En we hadden hier dat gaslighting. Dus het kan inderdaad een twin flame, een relatie zijn. Een karmische soulmate relatie waarbij er sprake is van een runner en een chaser. Iemand die steeds wegrent, die zich niet kan binden in een relatie. Ja, dat heeft te maken met je verloren voelen, verdriet voelen. Rouwen kan het mee te maken hebben over een verlies. Over iemand die steeds maar weer in en uit jouw leven komt of gaat. We hebben de boot. En dit is ontvangen wat je nodig hebt. En dit heeft te maken met vooruitgang. Aankomen op de plek die voor jou bestemd is. Verder gaan. En dit heeft te maken met allerlei issues. In verband met het afsluiten van een bepaald iets. En dat kan heel moeilijk zijn in een soulmate. Of in vooral in een twin flame relatie. Niet iedereen komt zijn twin flame in dit leven tegen. Maar dat kan een hele ingewikkelde connectie zijn. We hebben de Grim Reaper. De relatie is over. Ja, we hadden hier ook het afsluiten van een bepaald iets. Dus het kan zijn dat jullie inderdaad bezig zijn met het afsluiten van een bepaalde connectie. Een soulmate connectie of een twin flame connectie. Geen tweede kansen. Groei en transformatie in je leven. En met die zonnebril, ja, je bent aan het focussen. Niet alleen in jezelf, maar ook naar de buitenwereld toe. Hoe zie ik de wereld om me heen? Hoe zie ik mijn situatie?
bekijkt je eigen situatie. Als laatste kaart hebben we Girl Talk. Dit is tijd doorbrengen met vrienden. Het kan zijn dat jullie inderdaad een lange tijd van verdriet hebben gehad. En dat het nu weer tijd is inderdaad om een bepaalde situatie af te sluiten. Iemand die jou spiegelt als het ware. Een connectie. Iemand die in en uit je leven is. Het is nu tijd om lol te maken. Verder te gaan. Happily single. Dus gelukkig zijn alleen hebben we hier liggen. En van het moment genieten. En geluk ervaren. En lol maken met vrienden. Kijk hoe het resoneert bij jouw situatie. Zoals ik zei, het hoeft niet bij iedereen te resoneren. Universum. Welke kaarten, welke boodschappen mogen eruit komen? Als het gaat om soulmates en twin flame relaties in de liefde. Welke boodschappen van de Romance Angels mogen eruit komen voor soulmates en twin flame relaties? De mensen die in een soulmate en twin flame relatie zitten. Ik heb het gevoel inderdaad dat deze reading echt is voor iemand die bezig is inderdaad met het verbreken van een bepaalde situatie, een bepaalde relatie. En een twin flame of een soulmate hoeft niet voor altijd in je leven te komen. Deze persoon kan inderdaad in je leven komen voor een bepaalde tijd om bepaalde lessen te leren. We gaan kijken wat eruit komt. Calling in your soulmate. Dus voor sommigen van jullie kan het zijn inderdaad dat je aan het manifesteren bent. Dat je juist die soulmate binnen wil roepen. En manifesteren kan te maken hebben met bidden. Als je religieus bent, het kan te maken hebben met affirmaties opzeggen naar het universum. Visualiseren hoe jij de situatie graag zou willen zien. En op die manier inderdaad die energie binnenbrengen in je leven. We hebben honeymoon. Honeymoon is genieten van de tijd samen. En dit kan te maken hebben met een vakantie. Dit kan ook dus te maken hebben met tijd met vrienden doorbrengen. Wat we hier hebben liggen. Het healen van familie issues. Je liefdesleven heeft er voordeel bij als jij je ouders vergeeft. En die kaart kan natuurlijk te maken hebben. Hoeft niet per se met je ouders te maken hebben, maar dit kan ook met je voorvaderen. Patronen die erin zitten, inderdaad een bepaalde manier van omgaan met relaties. Een bepaald terugkerend issue wat jij meemaakt in je relaties. Dit loslaten. En op het moment dat je dit los kan laten, zal je ook gezonde relaties aantrekken. Gezonde liefdesrelaties. En ook gewone relaties in je leven. Dan de vierde kaart is separation, scheiding. Tijd apart van je partner ligt aan de horizon. Dus zoals ik ook al zei met die boot, de Grim Reaper, Girl Talk, tijd doorbrengen met vrienden, familie en genieten van het moment. Na een periode inderdaad van verdriet, een gebroken hart, diepe pijn ervaren hebben. Je gaat in jezelf keren met die spiegel. Jezelf waarden. Je eigen situatie bekijken ook met de zonnebril. Universum. Welke boodschap mag er doorkomen voor degene die in een soulmate of twin flame relatie zitten op dit moment? Welke boodschap mag er doorkomen voor degene bij wie dit resoneert als het gaat om liefde? 3 kaarten alsjeblieft. Als het gaat om de liefde. Ja, dankjewel. Nog 2 kaarten alsjeblieft. Nog 1 kaart. Ja. Onder op het dek. Hele sterke algemene energie. De gerechtigheid. Weegschaal energie. Kan zijn dat sommige van jullie met een weegschaal te maken hebben. Maar dit is de algemene energie. Er komt balans in een situatie. Zeker wanneer je inderdaad vanuit integriteit hebt gehandeld, eerlijk bent geweest in deze situatie, dan zal deze situatie inderdaad voor jou in het voordeel uitpakken. Voor de mensen die letterlijk echt met het gerecht te maken hebben, met iets wettelijks, in een scheiding liggen,
dan is dit inderdaad het thema voor de komende periode als het gaat om jouw soulmate, twin flame, relatie, gerechtigheid en balans in de situatie. En dan gaat het hier om een samenwerking met de drie van pentakels, aarde, energie, stier, maagd, steenbok. Samenwerken aan een einddoel. Staven 7, vuurenergie, ramleeuw, boogschutter. Staan voor waar je in gelooft. Jezelf verdedigen heeft het mee te maken. En we hebben de koning van pentakels. De koning van pentakels heeft alles te maken met realistisch zijn. Praktisch zijn, praktische stappen zetten in een situatie. Dus je niet mee laten slepen door emoties. Maar de situatie vanuit een praktisch punt bekijken en op die basis stappen zetten. Dit is iemand die succesvol is. Dit kan een goede vader zijn voor de kinderen, een goede echtgenoot. Iemand die stabiel is. Iemand die zijn leven netjes op orde heeft. Voor wie het heel belangrijk is inderdaad financiële stabiliteit te hebben. En gezin en familie spelen een grote rol. Dus dit kan jullie energie zijn. Koningen staan in hun kracht. En de koning van pentakels is, zoals ik zei, heel erg praktisch. Iemand die ook leiderschapskwaliteiten in zich heeft. Onder die gerechtigheidkaart, onder op het dek, ligt de pentakels 10. Dus dit voorspelt inderdaad een gelukkig, gezond gezinsleven, stabiliteit, zekerheid en ook financiële onafhankelijkheid voor de toekomst, heb ik het gevoel. Waarom ligt hier de gerechtigheid? Waarom ligt hier de gerechtigheid? Voor sommigen van jullie zal het inderdaad zo zijn, als het gaat hier om een connectie, het is nodig om balans te brengen. In die soulmate, in die twin flame relatie is geen balans. Je blijft elke keer met een gebroken hart achter. Degene komt weer terug, vooral in een twin flame relatie. Degene komt weer terug in je leven. Je pakt het weer op, je stopt het werk erin. Je wil het werk erin stoppen met de drie van pentakels, want je wil een positief iets bereiken met deze persoon. Maar het is tijd om grenzen aan te geven met die staven 7. En dat gaan jullie doen. Je gaat je grenzen aangeven en je wil iets wat stabiel is. En geen in- en uit-energie. Je wil weten waar je aan toe bent. En stabiliteit en zekerheid voor de toekomst is belangrijk voor jullie op dit moment. Waarom is hier de gerechtigheid? De gerechtigheid... Gerechtigheid. En ik heb het gevoel dat jullie dat inderdaad ook mee bezig zijn om dat binnen te roepen met calling in your soulmate. Je wil iets gelijkwaardigs. Een gelijkwaardige relatie. Je wil een relatie waar je van op aan kan. Iemand waarvan je op aan kan. Iemand die je kunt vertrouwen. Iemand die jou een toekomst kan bieden. Waarom is hier gerechtigheid? Staven 3, plannen maken voor de lange termijn. Plannen als het gaat om het creëren van balans. Wat wil ik in de toekomst? Daar zijn jullie mee bezig. Je kijkt met een optimistische blik naar de toekomst. Waar ligt mijn passie? En dan hebben we de wereld. De wereld, een cirkel wordt rond, een bepaalde cirkel wordt beëindigd en een nieuwe cirkel start met de wereld. Met de staven 3 en de wereld naast elkaar kan het ook zijn dat jullie inderdaad een reis gaan maken, waardoor je die rust gaat vinden. Misschien een tijd apart van je partner, van je soulmate, van je twin flame. Wat balans gaat brengen in de situatie tussen jullie beiden. Kijk, daaronder ligt de zegenwagen. Inderdaad, balans vinden en vanuit die positie terugkomen in jezelf, in je kracht. En actie ondernemen. Letterlijk actie ondernemen. Jezelf verplaatsen. Vooruitgaan, groei heeft dit mee te maken. En dit kan ook letterlijk weer staan voor reizen. Zeker met die wereldkaart die we hier daarnaast hebben liggen. Waarom ligt hier de drie van pentakels?
Het kan zijn dat jullie een soulmate hebben of een twin flame die zelf op afstand van jou zit. En daardoor de relatie bemoeilijkt wordt, omdat je elkaar niet constant kan zien. Wellicht alleen contact hebt via het internet met die wereldkaart hier. En dit brengt jou geen zekerheid. Voor sommigen kan het betekenen inderdaad dat diegene op afstand zit en dat je nog dat diegene naar jou toe komt. Jouw richting opkomt inderdaad met die boot wat we hier hebben liggen. Dit kan te maken hebben met een aankomst van iemand. Maar hier ligt ook iets wat met afsluiten te maken heeft, verder gaan. Dus het kan zijn dat de persoon waar het hier om gaat naar jou toe komt en op dit moment zich in een ander land bevindt of op afstand bevindt. Drie van pentakels wordt verklaard door de schildknaap van zwaarden. En de zwaarden 8. De schildknaap van zwaarden, dit kan een boodschapper zijn, maar dit kan ook te maken hebben met iemand die inderdaad van afstand jou in de gaten houdt. Iemand die je wellicht niet los kan laten. Iemand die het gevoel heeft vast te zetten. Met de zwaarden 8, dit kan ook jullie energie zijn inderdaad. Het kan zijn dat jij je persoon in de gaten houdt via social media. Ook met die wereldkaart hier, de schildkaart van zwaarden. Dat je een oogje houdt op die persoon. Je hebt het gevoel, ja, is dit een relatie? Is dit geen relatie? Hoe gaan we verder? Is er überhaupt een basis om verder te gaan met deze in- en uit-energie? Is er sprake van een, ja, kunnen wij samenwerken om dit, ja, tot een succes te brengen, deze relatie, of niet? En het kan zijn inderdaad dat je meer informatie nodig hebt met de schildknaap van zwaarden. Je zit vast, je zit in de illusie vast te zitten met de 8 van zwaarden. En je hebt meer informatie nodig van de persoon waar je mee te maken hebt. Je probeert informatie uit te vinden met de schildknaap van zwaarden. En dit kan middels communicatie. Dus het kan zijn dat jullie, zoals ik zei, via social media contact hebben of via het internet contact hebben. En dat je probeert uit te vinden wat is de bedoeling. Er komt er balans in de situatie. Je gaat een actie ondernemen. Waarom ligt hier de staven 7? Waarom ligt hier de staven 7? Als het gaat om soulmates en twin flames in de liefde. Pentakels 9. Ja, een tijd alleen. Je richten op iets anders. Je richten op je omgeving. Je hebt met deze kaart, door in je kracht te staan, door te geloven waar jij voor staat, zal dit jou ook onafhankelijkheid brengen. Voor sommigen zal het zo zijn dat jullie al heel succesvol zijn met de pentakels 9, aarde, energie. Dit is iemand die succesvol is, iemand die zelfverzekerd is, iemand die onafhankelijk is en eigenlijk financiële stabiliteit voor zichzelf creëert en daar ook de vruchten van kan plukken. Iemand die blij is met haar familie om zich heen, met een gezin. Nou ja, een gezin niet, maar het kan zijn dat jullie wel natuurlijk kinderen hebben. Maar dit is iemand die niet in een relatie zit, dus alleen werkt aan haar toekomst. En dit ook succesvol doet. Je verwendt jezelf. Door je harde werk heb je financiële stabiliteit gekregen. Of gaan jullie dit krijgen met die staven 7, geloven in waar jij voor staat. En op die manier inderdaad onafhankelijkheid creëren en je wat losmaken. Het kan zijn dat jullie inderdaad het gevoel hebben vast te zitten in deze connectie aan deze persoon en je gaat nou doen waar jij in gelooft. Je gaat je grenzen aangeven tot hier en niet verder. Je wil duidelijke communicatie met die persoon en je werkt aan je eigen succes, aan je eigen geluk en de aas van staven. Het kan zijn dat deze persoon, dat je een hele sterke fysieke, seksuele aantrekkingskracht ook hebt naar deze persoon toe. Voor sommigen kan het inderdaad zo zijn dat in het verleden er een hele passievolle relatie met deze persoon is. Dus op het moment dat hij of zij weer terugkomt in jouw leven, dat er sprake is van heel erge passie. Ik wil nou niet allerlei rare dingen gaan zeggen, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. En dat ook een soort van verleiding voor je kan zijn. Om daar elke keer weer aan toe te geven. En ik heb het gevoel dat jullie nu inderdaad
bij jezelf nagaan wat is belangrijk. En meer gaan richten op je werk, op je financiën. En je grenzen aan gaat geven. En dat je niet meer toe wil geven aan die verleiding. Je wil iets doen wat je gelukkig maakt voor de lange termijn met die koning van pentakels. Ja, onder op het dek. Aas van kelken. Verandering, ja, geluk, emoties. Heeft dit mee te maken? Liefde. Waarom ligt hier de koning van pentakels? Koning van pentakels. Koning van pentakels. Oeh. Nou, we hebben een koningin van staven. Dit is een koningin die de controle wil houden over een situatie. Een koningin met een heel groot hart, een hele passievolle koningin. Ook een hele knappe koningin kan dit zijn vanuit qua uiterlijk. Dit is de koningin van staven. Ja, heel erg passievol, zoals ik zei. Een groot hart. Ram, leeuw, boogschutter. En dan hebben we de keizerin. Groei. Groei in de toekomst. Vruchtbaarheid. Dit kan staan voor een moederfiguur. En dan hebben we die koning van pentakels. Voor sommigen zal het zo zijn dat jij deze koning van pentakels energie in je hebt. Je wil stabiliteit en je gaat een keuze maken tussen diegene waar ik heel veel passie voor voel. Fysieke aantrekkingskracht. Of degene die mij inderdaad een gezin en stabiliteit kan geven. Beide koninginnen ja, staan in hun kracht. Beide koninginnen zijn hele zelfverzekerde, onafhankelijke vrouwen. De keizerin is echt de groei. Een groei, vruchtbaarheid, de geboorte, stichten van een gezin. Dat is hetgeen waar zij zich in onderscheidt van de koningin van staven. Dit kan ook een hele zorgzame koningin zijn, maar dat is meer een koningin voor het avontuur. Met deze twee naast elkaar, dus ga je voor de passie of ga je inderdaad voor die stabiliteit met de keizerin. Iemand met wie je een lange termijn toekomst kunt opbouwen. Of iemand waar je zoveel passie voor voelt. Dit kan ook jouw persoon zijn. Dus het kan zijn dat je persoon in en uit jouw leven komt, omdat hij of zij getrouwd is met die keizerin. Hij of zij voelt heel veel passie tussen jullie beiden, maar heeft verplichtingen naar iemand anders toe. En heeft wellicht een gezin met de keizerin. De koning van pentakels is een gezinsman. De keizerin is een moederlijke figuur. Iemand met kinderen. Dus het kan zijn dat je persoon in een relatie zit. En dat jij inderdaad min of meer een minnaar of minnares bent. En dit is niet wat jij wil. Je wil iets voor de zekerheid. En ik heb het gevoel dat jullie inderdaad gewoon afstand gaan nemen. Kijk, ik heb nog niets gevraagd. De staven 4 komt eruit. Dit is een basis. Dit is de 11-11 card Make a Wish. Dat heeft te maken met een huwelijk. Kinderen. Een basis vormen met iemand. Het heeft te maken met een huis. Dit is ja, wat jullie willen. Vreugde, geluk heeft het mee te maken. En dit is voor de lange termijn. Wat is de eventuele uitkomst? Wat is de eventuele uitkomst in deze situatie? Voor degene bij wie deze situatie resoneert. Als het gaat om twin flame soulmates in de liefde. Wat is een eventuele uitkomst? Wat is een eventuele uitkomst in deze situatie? Uitkomst. Pentakels 6. Het kan zijn dat jullie iets gaan krijgen van jouw persoon. Maar dit kan ook alles te maken hebben met iemand die in je leven komt en je krijgt waar je recht op hebt. Wat jij geeft in een relatie, dat ga je terugkrijgen met de 6 van pentakels. Hoeft niet per se te zijn dat er iemand in je leven komt die jou hetzelfde terug gaat geven. En het kan zijn dat er geen gelijkwaardig geven en nemen was in die relatie. Die karmische soulmate relatie of gewoon een soulmate relatie. Die twin flame relatie. Een gever en een nemer krijg ik het gevoel. En in de uitkomst ligt hier de 6 van pentakels. Het heeft ook te maken met
karma inderdaad. Terugkrijgen wat je geeft naar de wereld. En dan hebben we hier nog steeds dit gevoel van ja, depressie. Dit gevoel van negatief denken, vast blijven hangen aan het verleden. Wat er gebeurd is in het verleden, wellicht voor sommigen van jullie spijt hebben over de dingen die er gebeurd zijn. Spijt hebben wellicht dat je zoveel gegeven hebt, zoveel van je energie, van je tijd, voor sommigen zelfs ja, financieel gezien. En de pentakels 2 in de uitkomst, alle ballen in de lucht houden. Geen keuze kunnen maken. Balans nodig hebben. Waarom ligt die pentakels 2 hier? Waarom ligt die pentakels 2 hier in de uitkomst? Waarom ligt die pentakels 2 hier? Pentakels 10. En de kluizenaar, maagdenergie. Onder op het dek, zwaarden 6 en de kelken aas. Het kan zijn inderdaad dat die pentakels 2 in de uitkomst te maken hebben met een keuze maken. Het kan zijn dat jullie in een huwelijk zitten inderdaad en een hele sterke aantrekkingskracht naar iemand anders toe voelen. En voor sommigen zal het zijn dat je die persoon inderdaad binnen aan het roepen bent. Of dat je inderdaad besluit om verder te gaan in dit huwelijk. Maar je wil meer informatie. Je wil meer informatie van de persoon waar je mee te maken hebt. En je houdt de persoon in de gaten voor degene die geen contact hebben. Pentakels 10 is eigenlijk ja, succes, overvloed, rijkdom op financieel gebied. Dit is wat je wil, een gezin. Inderdaad gelukkig zijn met de omgeving om je heen en alles wat je voor jezelf gecreëerd hebt, delen met iemand. En dit kan dus ook staan voor een huwelijk. Dus voor de een zal het zijn dat je te maken hebt met een persoon die getrouwd is, voor de ander. Dan kan het zijn dat je zelf in die situatie zit. En de vraag is inderdaad, hoe krijg ik balans in die situatie? Wegvaren van een conflict. Een keuze maken om weg te varen van een conflict. Dus in de uitkomst gaat om het maken van een keuze. Waarom ligt hier de 6 van pentakels in de uitkomst? De 6 van pentakels in de uitkomst. Alles draait om balans te vinden in die 2 van pentakels. En we hebben hier de algemene energie van de reading is gerechtigheid. Gerechtigheid in de situatie, balans in de situatie. 6 van pentakels wordt verklaard met de koning van kelken. Dit is iemand die emotioneel veel mee heeft gemaakt. Zijn emoties in zich kan houden, maar wel de juiste intenties heeft. Iemand die heel veel liefde voelt voor de ander. Dit kan jullie energie zijn. Schorpioen, kreeft, vissen. De magier. Iemand die heel intelligent is. Iemand die veel talent heeft. Iemand die het aardse met het hemelse samen laat vloeien, als het ware. Iemand die al zijn talenten, alles in de strijd gooit om zijn doelen te bereiken. Dit is een kaart van actie. Intuïtie. 6 van pentakels. 6 van pentakels. Vertrouwen op je intuïtie met die koning van kelken erbij. Doen wat voor jou goed aanvoelt en daar actie op ondernemen en meer. Hier hebben we een kaart, de hoge priester, stier, energie, geloof hebben. Vertrouwen op je geloof. Vertrouwen op datgene waar je in gelooft. Voor degene die religieus en spiritueel is. Dit kan ook een mentor zijn. Het kan zijn dat jou iemand helpt inderdaad om je emoties in balans te krijgen. Om te vertrouwen op je intuïtie. Maar ik heb het gevoel inderdaad, jullie gaan staan voor een keuze in
ja, in de komende periode, je staat voor een keuze als het gaat om deze twin flame soulmate relatie. En belangrijk is daarbij, vertrouw op je intuïtie. Hou inderdaad die hoop, het geloof. Blijf daar gewoon vooral aan vasthouden ook. En durf inderdaad actie te ondernemen met de magier. En dat heeft te maken inderdaad met het loslaten van een bepaald iets. En dat kan te maken hebben met een huwelijk. Voor sommigen zal het zijn een scheiding met de gerechtigheidkaart hier. En het is nodig om inderdaad voor jezelf op te komen en je grenzen aan te geven. Keuze maken. Dus alles heeft hier te maken met het maken van een keuze. En ik heb het gevoel inderdaad dat voor een groot gedeelte van jullie je de keuze gaat maken om verder te gaan. Om dit achter je te laten, af te sluiten op de een of andere manier, weg te varen met die zware zes en inderdaad je gaan richten op je eigen stabiliteit, zekerheid en in eerste instantie gewoon je tijd met je vrienden doorbrengen, met je familie doorbrengen, geluk hebben en het, ja, in het moment leven. Kijk, onder op het dek, heel mooie kaart, staven 6, erkenning krijgen, de overwinning behalen. En je ook goed voelen over jezelf. Dit kan ook een kaart zijn van eigen ego. Dus inderdaad, het kan zijn dat je die keuze maakt. En dat je je inderdaad zelf gewoon goed voelt. En dat dit je ook een stuk van zelfrespect geeft. En zelfwaarde. En ja, geluk brengt. Kijk, ik heb het toch maar gedaan. Ik heb die keuze gemaakt. Ik heb me los kunnen maken van iemand waar ik me zo'n sterke band mee voel. Waar ik me zo ook fysiek tot aangetrokken voel. Ik heb mijn grenzen aan kunnen geven. Dat kan ook te maken hebben met een stuk erkenning, overwinning, wat we hier zien op de kaart. Dus ik wil nog één kaart van het V-orakel voor jullie trekken. Universum, welke boodschap mag er nog uitkomen om deze reading, als het gaat om twin flames, soulmates, mee af te sluiten? Welke boodschap mag er nog uitkomen? Ja. Een hele mooie kaart komt eruit. De kaart sterren kijken. Wanneer je naar de sterren kijkt, zal je intuïtie groter worden. En je vertellen wat je over je huidige situatie moet weten. En dat hadden we hier ook liggen. Hè? Vertrouw, hou dat geloof. En vertrouw op hetgene waar jij in gelooft, inderdaad. En volg je intuïtie. Wat vertelt jouw hart zo? Ga terug naar je gevoel met die koningin, die koning van kelken die we hier hebben liggen. Kijk in je hart, voel met je hart. Wat voel ik? Wat is voor mijn situatie het beste? Je intuïtie zal je vertellen wat je over je huidige situatie moet weten. Dus dat is de boodschap die ik voor jullie heb. Resoneer dat. Geef me een like. Geef me een reactie. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. Voor iedereen die zich wel al heeft geabonneerd. Heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Dag.